super goed nieuws. Ik heb net, per ongeluk, een stuk plastic ingeslikt. En je weet wat dat betekent. Het is tijd voor Mario Kart Double Dash. Ik heb deze game de afgelopen dagen daadwerkelijk heel veel gespeeld. Het is me zelfs gelukt om Mirror Mode vrij te spelen. Er is alleen één klein probleempje. Mirror Mode is best wel moeilijk. En ik ben niet zo goed. Oftewel, ik ben al dagenlang bezig met de hele tijd tweede worden. Dat is best wel ruk. Maar weet je wat nog irritanter is? Een stuk plastic in je keel dat je kan voelen zitten en het kriebelt een beetje. Oftewel, vandaag is nou niet bepaald de beste dag uit mijn leven. Hoe sluit je de niet beste dag van je leven af? Door een potje Mario Kart keihard te verliezen. Terwijl je praat over je zware leven. Onder het genot van hier en daar een lekker feitje. Dus het begon eigenlijk allemaal vandaag in de supermarkt. Ik ging naar de Albert Heijn voor boodschappen. Wat moet je anders doen in de Albert Heijn? Je kan daarheen gaan en alleen koffie drinken. Of heel boos de prijzen vergelijken bij alle supermarkten voordat je je boodschappen doet. Je kan daar vreemden ontmoeten, kinderen ontvoeren. Er zijn dingen, maar ik ging daarheen voor boodschappen. Ik heb een boterhammen gekocht en beleg. Maar ik wilde ook één biertje halen. Ik drink door de week niet zoveel bier, is niet gezond voor je. Maar hey, als ik dan toch maar één biertje drink, het leven is te kort om niet lekker bier te drinken. Dus ik had in mijn hoofd een specifiek biertje dat ik wilde hebben. Het heet paasei. Het is een paasbiertje zelfs van Brouwerij het Ei. De naam is erg leuk gevonden. Het probleem was, de Albert Heijn had geen paasei. Ik had wel iets van een ander biertje daar gehaald, maar jammer genoeg geen paasei. Ik denk fuck it. Ik ga gewoon eventjes helemaal naar een andere supermarkt voor dit ene biertje. Ik heb hard gewerkt vandaag. Ik heb hem verdiend. Dus ik naar die andere supermarkt. Ik sta in de rij. En ik krijg een vraag die ik dagelijks hoor. Mag ik je ID-kaart zien? Want ja, ik zie er eigenlijk al 9 jaar uit alsof ik 14 ben. Aangezien ik ben 23. Ik ben eigenlijk al de afgelopen 9 jaar niet ouder geworden. Mogelijk een vampier. Daar doen we even geen uitspraken over. Dus ik snap dat die vrouw mijn ID wil zien, of in dit geval mijn rijbewijs. Dus ik wil mijn rijbewijs pakken, maar die zit opeens niet meer in mijn portemonnee. Ik heb hem fucking laten liggen bij de Albert Heijn. En ik denk, dit gaat zo klinken als een slechte smoes. Van ja, nee, ik heb mijn ID-kaart niet bij me, want ik heb hem laten liggen bij de Albert Heijn. Dat was ook nog eens mijn rijbewijs. Ik weet nog wel, toen ik minderjarig was en in België alcohol wilde krijgen. Ik weet nog, toen de tijd waren daar de alcoholwetten, de controles waren niet zo streng. Dus ze vroegen dan van, mag ik je identiteitskaart zien? Dan zei ik, oh ja, sorry, mijn rijbewijs ligt in mijn auto. Dan denken ze, oeh, rijbewijs? Hij heeft een auto? Nou, dan zal hij wel 16 zijn, alcoholleeftijd in België. Dus dat geloofden ze gewoon altijd. Maar mijn rijbewijs ligt bij de Albert Heijn is wel een beetje het zwakste excuus ooit. Ze heeft het me wel meegegeven. Ik had iets van, nou, ik ga wel naar de Albert Heijn toe. Mijn leven overdenken, dan kom ik weer terug. Maar ze vroeg van, ja, wanneer ben je geboren? Hoe oud ben je? En ja, ik had ook wel mijn autosleutel in mijn hand. Dus, als je ooit drank wil halen, zeg dat je rijbewijs bij de Albert Heijn ligt. Terwijl je een willekeurige autosleutel in je hand hebt. En misschien krijg je alsnog alcohol mee. Moraal van het verhaal. Dus op een gegeven moment, ik ga naar huis met de Crossa. Mijn fantastische mooie autootje. Het probleem is, in al dit enthousiasme van biertjes halen en stukjes beleg, ik had echt superveel boodschappen bij me. En ik ben altijd laat, dus ik kan nooit in de straat parkeren. Ik moet altijd echt 2 straten verder parkeren. En ik heb nooit een plastic tasje bij me. Die zijn slecht voor het milieu of whatever. Dus ik had zoiets van, ja, fuck, ik ga niet 2 keer heen en weer lopen naar mijn auto. Ik neem alles in 1 keer mee. Dus ik was mijn broekzakken aan het vullen en mijn jas en echt. Op een gegeven moment had ik het zo vast dat ik zat te kloten van, oké, welke arm kan ik nu bewegen zonder dat dingen op de grond kapot vallen? Het was een puzzel aan het worden. Dat ik meest dacht, ik kan gewoon een heleboel boodschappen in mijn mond stoppen. Ik had een zak Snacker Jacks, die gewoon zo, dan kun je zo, als een raar wezen over straat kruipen. Dus ik had 3 plastic verpakkingen in mijn bag. En
ik haal ze uit mijn bek, ben bij de deur, zo blok, ik gooi ze alles op de grond. En ik pak mijn sleutel en ik slik. Gewoon slikreflex, weet je wel. En ik voel ineens zo in mijn keel. En ik kijk zo naar de zak boterhammen. En ik zie gewoon dat er een hele grote hap uit het plastic genomen is. Omdat ik het dus in mijn mond had om het vast te houden. En toen kwam ik erachter dat ik een stuk plastic heb ingeslikt. En het zit nog steeds in mijn keel. Eerst was ik een beetje in paniek van, oh shit, ga ik niet dood? Maar toen bedenkte ik me, oh ja, ik heb al een keer een kippenbot ingeslikt. Toen dacht ik echt dat ik dood ging en kreeg ik een redelijke paniekaanval. En nu ook zoiets van, nou ja, een stuk plastic. Mijn broertje heeft wel eens een metalen balletje ingeslikt. Kinderen, die slikken vaak knikkers in. Meestal komt dat er gewoon uiteindelijk, na lange tijd, gewoon weer via de poepert uit. Het probleem is nu alleen meer dat het lijkt dus vast te zitten. Precies bij het stuk tussen, zeg maar, ja, mijn slokdarm en mijn luchtpijp. Een beetje dat idee. Ik heb ooit in een video een verhaal verteld van een vrouw die heel lang ook een beetje zoals ik nu een kietelend gevoel had daar. Ja, ze had gewoon een soort rare kietelend gevoel. Een rare keelontsteking voelde het of zo. Dus zijn we naar de dokter en de dokter begreep het maar niet. En foto's gemaakt en de papapapa. En uiteindelijk bleek dus dat ze had precies op die plek waar ik nu dat hele kleine stukje plastic heb, had zij een condoom zitten. Ze had ooit een condoom ingeslikt. En dit was om een of andere reden niet een memorabele gebeurtenis. Als ik ooit een condoom inslik, ik denk dat dat wel iets is wat ik zou onthouden. Al is het alleen maar zodat ik dit kan delen in een video, omdat ik geen persoonlijke grenzen ken. Een condoom inslikken lijkt me best wel een significante gebeurtenis. Maar nee, dat is gewoon iets wat je gewoon casual ieder weekend doet. En totaal, ik denk dat ze heel dronken was. Dat is de enige situatie waarin je een condoom kan inslikken en dat het heel normaal is om daar vervolgens, oh, gooi me niet van die brug af, compleet geen herinneringen van te hebben. Mag ik trouwens even zeggen, mag gezegd worden dat ik het eerste level gewoon best wel goed gedaan heb. Ik had ook in een video verteld dat 50% van de mensen die per ongeluk een tandenstoker inslikken, daaraan overlijden. Maar een tandenstoker is best wel scherp, net zoals waarom botten inslikken gevaarlijk is. Als het goed is, is een klein stukje plastic tas niet heel scherp. Dus ik denk dat ik niet dood ga. En als ik wel dood ga, is het echt de meest mijn manier om dood te gaan. Omdat ik boodschappen probeer te verplaatsen in mijn mond. En vervolgens stik in een heel klein stukje per ongeluk ingeslikte plastic tas. Als ik dan toch dood moet gaan, dat of guillotine. Dat zijn toch wel de coolste manieren om te gaan. Misschien kom ik ooit een keer langs bij een andere YouTuber's feitje. Wist je dat er een gast ooit dood is gegaan omdat hij plastic inslikte? Fijn dat ik dan weer op mijn eigen manier een feitje kan worden. Ik zat dus te denken, wat zijn nog meer voorwerpen die vaak per ongeluk ingeslikt worden? Nou ja, ik denk dat voornamelijk, waarom doe ik dit? Ik had als eerste potje eerste geworden, fuck Rick, dit is de laatste ronde, fuck, wat doe je? Nee! Nee! Oh, kut. Ik speel dus met de PlayStation controller. Dit is een zwak excuus, maar de besturing is net niet fijn. Het is net gewoon, ja, ik sta nu gewoon één keer achter. Dit is gewoon kut. Ik denk dat we die hele cup sowieso op onze buik kunnen schrijven nu. Dit is niet best. Ik had zo graag gewoon even deze cup gewonnen aan het einde van deze video. Maar nee, het zit er weer niet in. Er wordt me nooit ook maar iets moois gegund. Ik bedoel, ik deed het zelf. Dat is de enige persoon op wie ik echt boos kan zijn. Maar ik ben ook echt heel boos op die persoon. Oh, ja joh, dat kan er ook nog. Nou ja zeg, dat kan er ook nog wel bij. Suck my dick joh. Yes! Nu hoor ik je denken, Rick, heb je nou zojuist level 1 en level 2 opnieuw gespeeld? Puur zodat je deze cup kan winnen? Ja, dat klopt. Kijk, als je 8e wordt, dan ga je nooit meer winnen. Als je heel veel geluk hebt, word je 2e. Fuck die shit, ik ben de hele tijd al 2e. Op deze manier is de video hopelijk een klein beetje spannender. En er staan prijzen op het spel. Ik moet wel zeggen, dit kostte verrassend veel tijd. Ik ben eerst nog 3 keer 3e geworden in level 1. Fuck Mirror Mode. Maar gelukkig, dit Bowser's Castle is mijn persoonlijke lievelingslevel. Ik moet en zal winnen. Het staat geschreven in de sterren. Wat extra grappig is als ik zo meteen keihard 6e wordt. Dit is wel een level waar ik vaker 1e word dan de meeste levels. Het is ook wel nodig aangezien het level hierna is Rainbow Road. En dan gaan we helemaal naar de tering. Over de tering gesproken. Ik was afgelopen weekend in Antwerpen. Sorry België. Ik was in de Antwerpen Zoo.
Of zoals ze dat daar noemen, de Antwerpen zo. Dat is een uitspraak waar ik het niet helemaal mee eens ben. Aan de andere kant, weet je wat ze in België zeggen als ze het hebben over een tram? Dan zeggen ze tram. En dat is super logisch, want dat is letterlijk de spelling van het woord. Waarom de fuck zeggen wij Nederlanders tram of tram, terwijl er toch echt staat T-R-A-M? Blijkbaar, ja, waarschijnlijk omdat we het van het Engels hebben. In het Engels zeggen ze wel tram. Dus waarschijnlijk pakken wij het van het Engels. Maar dat is oneerlijk. Want iedereen, echt letterlijk bijna iedereen zegt auto in plaats van auto. En ik zeg altijd auto, want dat komt uit het Frans. En dan zeggen mensen, nee, rot op. Je moet gewoon de Nederlandse uitspraak pakken. Oftewel, fucking hypocriet. Je moet een kant kiezen. Of je zegt tram en auto. Of je zegt tram en auto. Dat zijn ongeveer je keuzes. Er is geen middenweg. Maar echt iedereen in Nederland pakt de middenweg van auto en tram. Hey, niet hypocriet zijn op het gebied van woorden uit gekke talen. Ik snap wel dat je zoiets hebt van, hey, Frans is een kuttaal, dus daar doe ik niet aan mee. Engels, ja, best wel handig. No can do. Ja, precies. Vooruit dan maar. Weet je hoe jij woorden uitspreekt? Moet je lekker zelf weten. Zolang je maar niet zo zegt. Noem het gewoon dierentuin. Doe normaal. Ja, toch? Precies, gaan we lekker verder met ons leven. Ik had weer keihard last van het Bader-Meinhof-fenomeen. Dat is dat ene ding dat je iets leert en dat je dan opeens overal tegenkomt. Ik leerde toevallig afgelopen week echt een van mijn lievelingsdierenfeitjes. Namelijk dat ratten momenteel gebruikt worden om mijnen op te ruimen. De enige manier die ze voorheen hadden in arme landen om, ja, landmijnen die letterlijk overal zo'n beetje liggen op te ruimen, is een metaaldetector. En dat is onhandig, want dan moet je zelf door een mijnenveld heen lopen met een metaaldetector. En dat is geen pretje. En nu hebben ze dus geleerd om ratten mijnen te laten vinden. Wat echt super cool is. En wat extra cool is voor die ratten is dat ze gaan niet dood. Het zit namelijk zo dat een mijn wordt over het algemeen geactiveerd als er 5 kilo aan druk op die mijn wordt gezet. En ratten over het algemeen wegen minder dan 5 kilo. Wat ze gedaan hebben is, ze hebben gewoon ratten getraind om buskruid te kunnen ruiken. En als ze dan buskruid vinden, krijgen ze een snoepie. Dus op die manier worden ze getraind om een soort signaaltje te geven als ze buskruid ruiken. Doe je een soort gek touwtje om zijn nek, zodat hij niet wegloopt. Een soort leuke hondenriempie, maar dan een rattenriempie. En laat ze die beesten gewoon fucking door mijnenvelden heen lopen. En het werkt echt super effectief. Dat had ik toevallig afgelopen week gelezen. Ik denk, hey, cool feitje. Kom ik in Antwerpen zo, hebben ze echt een hele expositie over hoe ze ratten gebruiken om mijnen op te ruimen. Ik denk, hell yeah! Dat is mijn feitje. Dus ja, dat was best wel lachen. Heb ik voor de rest echt nog interessante dingen gedaan. Ik heb bier gedronken. Wie had dat verwacht? Ik blijf jullie wel verrassen. Hè. Je moet niet te voorspelbaar worden. Je moet niet te voorspelbaar worden. Even kijken nu we het toch over knaagdieren hebben. Ik heb nog wel een leuk feitje over hamsters. Voor de mensen die ooit een hamster hebben gehad. Ik hoop voor je dat je zo'n wiel hebt. Hè. Zo'n rat waarin de hamster superveel kan rennen. Het probleem is, ik blijf het altijd raar vinden met hamsters. Dat die beesten echt bestaan in het wild. Gewoon dat er ergens in een bos, ergens in Rusland, gewoon hamsters leven. Mijn ervaring met hamsters is dat ze altijd doodgaan in iedere situatie ooit. En het feit dat ze gewoon in het wild kunnen overleven en zelf voor voedsel kunnen zorgen. Yes! Is een klein wonder. En maar in zo'n klein hok bewegen ze natuurlijk niet zoveel. Dus dan is zo'n hamsterrat waar ze in kunnen rennen, is best wel vet. Alleen, er zijn best wel mensen die zich zorgen maken op het internet. Als je hier naar googelt. Mensen die zoiets hebben van, ja jongens, mijn hamster rent letterlijk 5 uur per dag in dat rat zich helemaal de tering in. Ik ben oprecht bang dat hij zichzelf doodrent. En de onderzoekers waren dus bezig met de vraag, is dit obsessief gedrag? Omdat het dier in gevangenschap zit en in een bepaalde paniek zit. Dus dan moeten ze kijken, de vraag is dan voornamelijk, komt het gedrag ook voor in de natuur? Is het natuurlijk gedrag? En op die manier proberen ze onderzoek te doen. Is het zielig om ratten in kleine kooitjes te houden? De ja of de nee. Ik heb even niet gekeken hoeveelste ik moet worden. Het is net als de middelbare school. Je gaat berekenen welk cijfer je moet halen. Als je een 5.5 wil halen, wil staan voor een vak. Ik deed dat super vaak. Ik werd er echt goed in. Ik gebruikte echt wiskunde. Dat ik zeg maar al mijn cijfers bij elkaar, plus x, gedeeld door iets. En dan een grafiek maken van x. En dan y is 5.5. En dan daar een soort snijpunt berekenen met de grafische rekenmachine. Ja, dan weet je dat je een nerd bent. En wel een nerd die weinig moeite doet. Ik had een hele formule gemaakt waar ik kon zien, meteen in kon tikken welk cijfer ik haalde en wat mijn gemiddelde dan werd. Maar dat werk leren voor wiskunde, fuck die shit. Dus ja, dat is ongeveer mijn middelbare school samengevat. Fuck dat groene stilte. Je moet hier, scheid. Oh, scheid. Ik hoop echt dat
wat we nu gaan neerzetten voor resultaat goed genoeg is. Ik denk als we derde worden zitten we wel steady. Als we vierde worden waarschijnlijk ook. Alleen wordt gewoon even geen vijfde. Dikke vette tip. In ieder geval, onderzoekers waren dus bezig met de vraag, is het lopen in zo'n rat een soort van semi-natuurlijk gedrag? En een Nederlandse onderzoeker heeft het antwoord gevonden. Hij heeft namelijk gewoon een rat in zijn tuin, een looprat, niet een dierenrat. Dit is verwarrend, ik begrijp de verwarring opeens. Hij heeft een hamsterrat in zijn tuin neergezet met gewoon wat eten erbij. En hij kwam erachter dat er gewoon heel veel dieren op afkomen. Gewoon letterlijk zich een paar uur de tering inrennen en gewoon weer weggaan. Om een of andere reden hebben hamsters gewoon een soort rare fascinatie voor nutteloos lopen. Weten ze dat ze nergens heen gaan? Ik heb geen idee. Ik vond het in ieder geval wel interessant. Ik wil eigenlijk wel even als kers op de taart van deze video om te bewijzen dat Serpent Gameplay de rauwste gameplay heeft van YouTube Nederland. Gaan even deze cup winnen. Het is de moeilijkste cup van de game. Op de moeilijkste difficulty. Als nou het laatste level, het moeilijkste level als je het mij vraagt, nog even winnen. Dan ja, heb ik al gewoon godmodus aanstaan natuurlijk. Oh, wat een bochtenwerk. Wat een bochtenwerk. Max Verstappen, suck my dick. Precies, kijk eens aan. Wat een inhaalmanoeuvre. Voor de rest heb ik afgelopen week een interessante vraag gelezen. Gericht aan alle vrouwen van de wereld. Vrouwen van de wereld. Hoe zou je het vinden als je niet meer ongesteld bent, maar in plaats daarvan, in plaats van dat je kinderen baart, je weet wel dat ze ja, uit je lichaam geperst moeten worden. In plaats van kinderen baren, leg je eieren. En de vraag was, zou je deze deal aannemen als je dit aanbod krijgt? Geen kinderen meer baren, maar eieren leggen. Redelijk veel vrouwen zeiden, dat is wel chill. Alleen, waar ik vooral mee zat is, de meeste vogels leggen ze maar de hele tijd eieren die dan onbevrucht worden. Dus in plaats van dat je ongesteld wordt, moet je gewoon één keer per maand een fucking groot ei leggen. Echt een beetje struisvogel ei niveau. Dus dan moet je zo van dag vrij nemen, gewoon een kleedje onder je leggen en een dag Netflix en chillen terwijl je een ei aan het leggen bent. De vraag is dan ook vooral, wat doe je met die eieren als ze onbevrucht zijn? Eet je ze op? Bewaar je ze ergens? Gaan ze rechtstreeks de prullenbak in? Ik heb geen idee. Kunnen we dat eten? Mogen we dat eten? Zoveel vragen. Zo weinig antwoorden. Ik zit te veel op Reddit. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Ik had wel een leuk draadje gelezen. Dat ging over mensen die bij de politie werkten. Of ambulance. En de meest rare verhalen die ze meemaakten. De meeste dingen waren echt fucked up. Het was iets van een politieagent die letterlijk een... Hij was in een huis waar een man de vrouw had aangevallen. En toen op een gegeven moment werd hij gebeld van ja, de kinderen horen ook nog ergens binnen te zijn. En hij vond letterlijk die kinderen in stukken gehakt in een vuilniszak. Dat soort shit is echt gewoon traumatiserend. En dan lig je echt gewoon maanden of stop je gewoon echt met je baan. Omdat je, ja, dit soort dingen wil je niet zien. Maar ik had ook echt een paar verhalen die waren gewoon hilarisch. Er was één verhaal van een politie die hadden vaak ruzie met een bepaalde zwerver. Die ze vaak, dakloze, hè? Dat is een nette term. Een dakloze man die ze vaak arresteerde. En wat hij dus iedere keer deed, ze noemden hem een meneer Poopy Pockets. Wat hij deed is iedere keer, als hij wist dat hij waarschijnlijk weer aangehouden ging worden, deed hij letterlijk paardenscheid in zijn jaszakken. Zodat als hij gefouilleerd werd, dan zaten ze aan poep. Dan gingen ze in zijn zakken en dan, haha, ik heb weer poep in mijn jaszak. Je moet gewoon zo erg een hekel hebben aan de politie, dat je gewoon standaard poep in je jaszakken hebt. Voor het geval dat je gefouilleerd wordt. Oh, dat is fantastisch. Ja, Poopy Pockets is mijn persoonlijke held in ieder geval. Wat jullie verder voor de rest van hem vinden, maakt mij niet uit. Yes! Nou, ik denk zomaar dat ik de cup gewonnen heb. Dit is gewoon all-out, gewoon een victory royale. Take die L of gespiegelde L. Hoe werkt spiegelbeeld? I don't know. Hier heb ik niet voor gestudeerd. Ik ben die keiharde Carter. Normaal gesproken ga ik nooit zo goed. Ik speel deze game ook op stream, maar ik ga gewoon kapot. Misschien is het ook omdat ik dan, ja, de chat aan het lezen ben en totaal geen aandacht heb voor wat er in de game gebeurt. Stiekem ben ik best wel goed in Mario Kart. Of het plastic in mijn keel geeft me magische krachten. Die kans, zeer aanwezig. Zeer aanwezig. Ik vind het leuk ook, deze baan, zeg maar, je hebt gewonnen baan, is ook gespiegeld. Want het Nintendo logo is ook in spiegelbeeld. Dat is fantastisch. Nou, we hebben het gedaan hoor. Denk ik. Weet je wat we dan zeggen? Dan zeggen we... Dab. Hop. Oké, nu krijg je als goed als een berichtje met wat je hebt vrijgespeeld. Please eat schools. Oh, fuck. Dit is nog een hele aftiteling. Fuck deze shit. Oh, kan je skippen. Fuck credits naar de mensen die deze game gemaakt hebben. Jullie kunnen de tering krijgen. Geef hem een prijs. Komt-ie. Ik heb geen idee wat je vrijspeelt. Misschien Petey Piranha en Boo?
Krijg ik karakters hiervoor? Oh, het is alleen de auto van Petey, Piranha en Boo. Kak! Ik moet nog de All-Star Cup ding, de alle 16e banen achter elkaar halen op Mirror Mode. Dan heb ik de game uitgespeeld. Dus ik heb dat werk nog nooit Mario Kart Double Dash uitgespeeld. Ik heb in mijn jeugd geloof ik gewoon een save game gejat van iemand die hem wel had. En dan krijg je een ander beginscherm en dat is cool. Dus ja, misschien binnenkort op de stream zie ik je daar. Update ik je over de status van mijn lichaam, plastic en huisdieren die gekke trucjes doen. Daarom kijken, tot op een aflevering. Doei!